Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Een hoogdrukgebied zorgt voor helder en rustig weer en daarbij is het ook flink afgekoeld. Het vriest flink op veel plaatsen. Vanochtend nog temperaturen tussen de 0 en lokaal min 6 graden. Uiteindelijk wordt het met volop zonneschijn vanmiddag tussen de 0 en plus 4 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten, kracht 1 of 2. Vanavond is het ook nog helder en dan gaat het opnieuw veel, op veel plaatsen licht vriezen. Temperaturen tussen de min 1 en plaatselijk alweer min 6 graden en dat is dan matige vorst. Morgenochtend schijnt de zon flink en dan is het eerst nog koud. Temperaturen onder het vriespunt. Morgenmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 2 tot 6 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de dag komt er meer bewolking opzetten, maar dat blijft wel overal droog. Vanaf woensdag is het wisselvalliger met veel bewolking en af en toe kan er een spatje regen vallen, maar veel neerslag valt er niet. De middagtemperatuur gaat duidelijk omhoog. Woensdag is het nog 5 tot 9 graden, op donderdag en vrijdag wordt het overal 10 graden. En dat alles bij een vele matige wind uit het zuidwesten. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.